achtervolging. Ik rij achter Frank en Yannick aan. Ik moet zelf rijden, maar zoals je nu al ziet, moeten Frank en Yannick vandaag eigenlijk niet veel doen. Er zit iemand boven op het dak en die stuurt. We hebben er al niet veel gezien, denk ik. High speed chase tegen 100-150 km per uur, dus dan kun je niet meer acteren. Dan kun je niet spelen en tegelijkertijd rijden, dus een speciale auto. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Gehad. Dit zit er eigenlijk overheen, want het gaat niet zo goed met mijn oog. En dat is op een groot kruispunt en alle pillen zijn op straat beland. En dat is natuurlijk heel erg kloten voor Lars, die ik speel, maar het is ook kloten voor mij. Want ik lig hier net in een, al weet ik hoe lang, een uur in een brancard met 36.000 plakkers op me die ze eraf gingen trekken net zomaar, zodat mijn haartjes eraf gingen. En allemaal infusen en dingen. En ze hebben al drie keer de zo'n zuurstofmasker. Ik heb het al drie keer zo te hard vastgehouden dat hij van kank in mijn gezicht kwam. Dus ik heb het hartstikke zwaar. Maar het is wel heel leuk. Ik heb je gezegd dat je moet niet met mijn bakken slagen, jong. Niet met mijn bakken slagen. Ja, dat is de regisseur. Die heeft mij dus net in elkaar geslagen. Hè? Nee? Dankjewel! Ik ken die zo goed op de deur. Laat hem zo door. Zegt u het goed? Ja. Goeie dag. Goeie timing. Dit was het. Goeie planning. Dit was het. Oké. 3, 2, 1.